Paul Vlaanderen en het Mago-mysterie. Een detective-hoorspel in 8 episoden van Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennick, muziek Koos van der Griend, regie Dick van Putten. Achtste en laatste episode, De Bezoeker. Meneer Stone, u vindt het wel goed als ik maar direct op de zaak in kwestie kom en er niet omheen draai, wel? Ik werk op het ogenblik samen met de politie in een zeer belangrijke zaak. Die zaak eist een zo snel mogelijke oplossing, maar we missen nog één belangrijk bewijsstuk. Oh ja? Ja. We hebben allerlei middelen om dat in handen te krijgen overwogen, maar het komt me nu voor dat de enige manier om dat stuk van overtuiging in handen te krijgen is inbreken in een bepaald huis en het daaruit weghalen. Oh, juist, ja. En ik veronderstel dat u mij dat vragen wil, meneer Vlaanderen? Precies. Aardig dat u nog aan mij gedacht heeft. Maar wat is dat stuk van overtuiging precies? Een platina armband met diamanten en robijnen bezet. Het is het eigendom van mijn vrouw. Van uw vrouw? Dus er is bij u ingebroken? Wat enig. Ga vooral niet te diep op de fijnere details van de opdracht in, Wally. Ik heb hier het adres. Ja. Als je de armband niet te pakken kunt krijgen, bel me dan op. In het andere geval kom je direct hierheen. Ja, dat is afgesproken, meneer Vlaanderen. Je hebt me nog helemaal niet gevraagd wat er voor jou aan zit. Ach, dat hangt van de waarde af. Het gewone tarief niet. Zullen we het dan houden op 10% van de waarde? Daar praten we later dan wel over, hè? Ach, wat zou ik u zeggen, meneer Vlaanderen? Het gaat me in dit geval echt niet zoveel om het geld, begrijpt u wel. Nee, het is meer, als ik er zo over nadenk, ja, ik krijg een soort heimwee. Een heimwee naar het vak. Wally, voorzichtig. Laat ik er geen spijt van krijgen dat ik je dit gevraagd heb. Oh, nee, maak u zich niet bezorgd. Maar ja, het is toch net of de oude tijd weer voor me gaat leven. Ja, dat begrijp ik wel. Maar Wally, vergeet vooral niet, het is me alleen te doen om die armband, hoor, en verder niet. Nee, natuurlijk niet. Ik zal het echt niet vergeten. Mooi. Oh, wat een heerlijke sherry, meneer Vlaanderen. Slaan om, Wally, en dan schenk ik je er nog één in. Oh, maar meneer Vlaanderen, niet zo schielijk. Paul? Ja. Is je visite weg? Ja. Wat ben je aan het doen? Ik ben met het derde hoofdstuk bezig van... Nee, je weet wel wat ik bedoel. Ik bedoel die meneer Wally Stone. Waar moest je die nou weer voor hebben? Ik heb hem gevraagd iets voor me te doen. Wat dan? Vertel ik je later wel, Ina. Dat kan ik je nu nog niet zeggen. Nee, zei jij het nou maar. Ik vind dat je er zo bezorgd uitziet. Ik maak me inderdaad een beetje bezorgd, Ina. Ik heb een ellendig voorgevoel dat deze zaak wel eens op een volslagen mislukking zou kunnen uitlopen. Kom nou, waarom denk je dat? Tja, ik heb er zo'n idee van dat de heler net op tijd tot de conclusie is gekomen dat het spelletje uit is en toch nog de kans gaat krijgen om ons door de vingers te glippen. Ja, maar... Ja, wat is het, Charlie? Sir Graham Fox, voor u, meneer. Ah, kom binnen, Sir Graham. Dag, Ina. Sir Graham. Ik ben de hele dag al bezig geweest te proberen u aan de telefoon te krijgen, maar ze hebben me gezegd... Ja, ik weet het. Ik heb het erg druk gehad. We hebben namelijk een bericht doorgekregen uit Westerton. Je weet die vrouw die voor Dr. Bankeray werkte? Van Fletcher, ja? Die heeft toch een zoon? Mm-hmm. Ja, Bill, ja. Die jongen die de zaak drijft. Nou, die is vanmorgen tegen de vlakte gereden. Wat? Ja, ligt in het ziekenhuis in Westerton. Ernstig gewond? Het schijnt van wel. Wat is er precies gebeurd? Dat weten we niet. De wagen is doorgereden. Maar het beroerde is Vlaanderen. Die jongen vraagt om zijn moeder. En we weten niet waar die ergens uithangt. Ze schijnt niet in Westerton te zijn. Nee, dat denk ik ook wel niet, Sir Graham. Hoe bedoel je? Nou, ik heb er vanmorgen gesproken. En toen vertelde ze me dat ze op het punt stond naar Australië te vertrekken. Australië? Ja, dat wil ik u juist vertellen. Mevrouw Fletcher heeft aan Ina verteld dat ze inderdaad gewerkt heeft voor Dr. Bankeray. Maar ook dat ze... Ogenblik, hè? Ja. Hallo. Meneer Vlaanderen. Ja? Met Rain. Is Sir Graham bij je? Jazeker. Ik zal hem je geven, inspecteur. Voor u, Sir Graham. Dat is Rain. Hallo? Wat is er, Rain? Nou, we hebben mevrouw Fletcher zelf nog niet kunnen vinden.
Maar we zijn er wel achter gekomen dat ze een vliegreis geboekt heeft voor vanavond. Oh. Vlucht BO 107 naar Melbourne. Hoe laat vertrek? De start is gepland voor 9:15. Mooi, dank je, Rijn. Heb je het gehoord, Vlaanderen? Ja, ik heb zoiets gehoord. En ik heb je een voorstel te doen. En dat is? Laat Ina proberen haar op te vangen op het vliegveld. Willen passagiers voor vlucht BO 109 naar New York zich naar uitgang 2 begeven? Passagiers voor New York naar uitgang 2. Er is vertraging van een half uur voor passagiers naar Malta, vlucht 188 Majestic. Passagiers zullen worden gewaarschuwd als het vliegtuig gereed is. Goedenavond, mevrouw Fletcher. Passagiers voor vlucht 107 naar Melbourne. Ja. Wat wilt u? Passagiers voor vlucht 107 naar Melbourne wordt verzocht... Dat is mijn vliegtuig. Ik moet weg. Een ogenblik nog, mevrouw Fletcher. Passagiers, het spijt me, maar ik heb slecht nieuws voor u. Dat is een truc natuurlijk. Ik weet wat uw bedoeling is. Een truc om het te beletten. Bill heeft een ernstig ongeluk gehad. Hij ligt in het ziekenhuis in Westerton. Ik geloof u niet. Het is waar, ik verzeker het u. Wat is er gebeurd? Hij is aangereden vanmorgen door een auto. De chauffeur is doorgereden. Of het inderdaad zomaar een ongeluk was, weten we niet. Maar hoe, wat is er met hem? Hij is er slecht aan toe, mevrouw Fletcher. En hij vraagt naar u. Als het toch eens niet waar is. Als het alleen maar een middel is om me af te houden om naar... Luister, mevrouw. Als u toch weg wilt gaan, ga dan. Ik zal u niet tegenhouden. Ik heb mijn man beloofd dat ik naar u toe zou gaan om u te vertellen wat er gebeurd is. En nou ligt het maar aan u, of u me geloven wilt of niet. In het ziekenhuis, in Westerton, zegt u? Ja. In de afdeling ongevallen. Ja, u kunt het ziekenhuis opbellen als u me niet gelooft. Hier is het nummer. Westerton 824. Nee, ik geloof u wel. Een ongeluk, mevrouw Vlaanderen. En de chauffeur is doorgereden. Ja. Schofte. Ik had het kunnen weten dat er zoiets van zou gebeuren. Ik heb de wagen bij me. Ik breng u wel even naar Westerton. Dank u, mevrouw. Maar hoe moet het nou? Ik heb mijn ticket voor... Geeft u dat me hier? Dat maak ik wel in orde. Kom nou maar direct mee, mevrouw Fletcher. Neem me niet kwalijk, meneer. Moeilijkheden, Charlie? Nee, meneer, maar ik hoorde iets. Ja, ik wist nu dat u nog op was. Spijt me als ik je uit je bed gehaald heb, Charlie. Oh, dat hindert niks, meneer. Maar het is al 2 uur, ziet u. Ja, dat weet ik. Is mevrouw nog niet thuis? Nee, nog niet. Maar dat is wel in orde, hoor. Ze is niet op stap, als je dat soms denkt. Ja. Ik weet waar ze is. Ze had wat te doen in Westerton. Oh, gelukkig maar. Zal ik koffie voor u maken, meneer? Nee. Laat maar, Charlie. Je kunt wel naar bed gaan. Ik blijf toch nog wat werken. Hé, is dat hier? Ja, dat moet mevrouw zijn. Paul? Ja, ik ben hier, Ina. Ach, maar Paul, je had toch niet op hoeven blijven? En jij ook nog op, Charlie? Ja, goedemorgen, mevrouw. Ja, goed, Charlie. Maak toch maar wat koffie voor ons. Okidoki. Dat is een uitstekend idee, zeg. Nou, vertel maar eens, Ina. Nou, liefje, alles verliep volgens plan. Mevrouw Fletcher was natuurlijk in het begin wel wat wantrouwend. Maar langzamerhand begon ze toch wel te snappen dat ik de waarheid vertelde. En hoe is het met die jongen? Hij is geopereerd. Nog erg beroerd natuurlijk. Ja? Maar ze geloven wel dat ze me erdoor zullen halen. Gelukkig. Mevrouw Fletcher was zo opgelucht toen ze hoorde dat hij de operatie goed had doorstaan... dat ze beloofde alles te doen wat jij wilde. Ze is in het ziekenhuis blijven slapen. Oh. Ik heb haar beloofd dat we haar morgenochtend zouden opzoeken. Ja, goed. Ze is erg gebeten op die dokter Bangery. Och, Paul, ik ben er wel haast zeker van dat zij eigenlijk helemaal geen misdadigster is. Daar heb ik zelf ook nooit aan getwijfeld, Ina. Maar dat is juist het gevaarlijke voor haar. De anderen hebben zich dat ook heel goed gerealiseerd. Ze weten dat zij de zwakste schakel is in de ketting. Maar vertel eens, wat zei ze nog meer? Nou, ze heeft me uitgelegd wat die naam Marco betekent in die regenjas die we in mijn wagen gevonden hebben. Ja? Het schijnt
dat mevrouw Fletcher er omstreeks die tijd juist achtergekomen was dat de bende haar activiteiten had uitgebreid tot het smokkelen van verdovende middelen. Juist, en zij voelde er natuurlijk niets voor om daaraan mee te doen. Precies. Vooral toen ze tot de ontdekking kwam dat ze zonder het te weten al heel wat verdovende middelen had doorgegeven. Ze hadden haar namelijk al enige malen gevraagd om bepaalde mantels naar Brighton te brengen. Die mantels werden dan gebracht naar Margo, de waarzegster, die het gevaarlijke goedje verder distribueerde. Zeg maar, zaten die middelen dan in die mantels verborgen? Mm-hmm. Maar hoe dan? Nou, in de knopen. Wat? Dat waren hermetisch gesloten doosjes. De slachtoffers stonden in geregeld contact met die Margo. En op hun vraag naar een Margo-mantel, dus een jas met het merk Margo in de kraag, kregen ze, na inlevering van een oude mantel, een nieuwe. Geraffineerd. Mm-hmm. Maar goed, toen mevrouw Fletcher dat in de gaten kreeg en ze haar weer met zo'n mantel wilde wegsturen, weigerde ze op een gegeven moment. Ja. Ze zat toen juist bij Larry Cross in de auto, die op weg was naar het vliegveld, weet je wel? Ja, ja. Cross werd woedend en zette haar daar uit de wagen, waarop mevrouw Fletcher die mantel, waar ze eigenlijk helemaal geen raad mee wist, door het raam van het portier in mijn wagen smeet. Maar hoe dan? Nou ja, Cross had namelijk zijn auto naast de mijne gezet om mij op te kunnen vangen, begrijp je? Ah, juist, ja. Mevrouw Fletcher ging toen met de eerstvolgende bus naar huis, overtuigd dat Cross de mantel wel in mijn wagen zou vinden. Fantastisch, Ina. En heeft ze nog meer losgelaten? Ja, ze bekende me dat zij het was geweest die de waarzegster had gechanteerd om ons in te lichten over de golfbreker, wat die dan ook prompt gedaan heeft. Ja. Paul, ik kan het niet helpen, maar ik geloof dat ze een heleboel te danken hebben aan mevrouw Fletcher. Ja. Er wordt gebeld? Ja. Verwacht je nou nog iemand? Ja. Wally Stone. Daar is een meneer voor u, meneer. Hij zegt dat u hem verwacht. Ja, ja, laat maar binnen. Komt u binnen, meneer. Dank u wel. Goedemorgen, meneer Vlaanderen. Hallo, Wally. Je kent mevrouw? Ja, ja, we kennen elkaar al. Goedemorgen, meneer Stone. Dag, mevrouw. Charlie, als de koffie klaar is, breng je het meteen binnen. Hè? We versmachten. Jij ook koffie, Wally? Oh, heerlijk, meneer Vlaanderen. Kan me niet zaliger zin denken op het ogenblik. Ja, of het moest zijn een kroesje whisky. Whisky? Kan ook. Charlie, breng de whisky meteen en wat sodawater. Okidoki. En? Vertel maar eens, Wally. Ik ben benieuwd. Nou, ik moest de safe wel even openbreken, meneer Vlaanderen. Ja, maar zonder vuile boel te maken, hoor. Ik heb het netjes achtergelaten. Het was achter de schoorsteen. Klein soort tussenkamertje. Ik heb nog wel even moeten zoeken, dat wel. Zo, heb je daar veel moeite mee gehad? Oh, dikkie vermoeiend was het wel, ja. Maar wat zat er al zo in? Oh, van alles. Moet u wel zeggen, ik had moeite om mijn handen thuis te houden. Ik heb echt nog even moeten zoeken voor ik die bewuste band gevonden had. Gelukkig dat u me precies gezegd had hoe die eruit zag. Kijk eens, hier is hij dan. Ach, ja, dit is hem toch niet? Meneer Vlaanderen? Ja, ja, dat is hem. Maar dat is mijn armband, Paul. Ja, dat weet ik, Ina. Maar hoe in hemelsnaam? Ik liet hem achter bij een zekere Oscar. Die dacht dat het gestolen goed was. Huh? Hij is een soort tussenpersoon van de heler. Maar hoe kwam meneer Stone er dan aan? Maar dat heeft hij je toch net verteld, Ina. Gestolen. Ja. Teruggehaald uit een huis ergens in Londen. Een soort bijkantoortje van de heler. Kan ik u misschien helpen? Ja, graag, zuster. Mijn naam is Vlaanderen. Dit is mijn vrouw. Zuster. We hebben een afspraak met mevrouw Fletcher. Oh ja, daar weet ik van. Mevrouw verwacht u. Deze kant maar uit, alstublieft. Mm-hmm. Hoe is het met meneer Fletcher vanmorgen? Oh, die heeft een vrij goede nacht gehad. Ik geloof dat de dokter best tevreden over hem is. Gelukkig maar. Gaat u hier maar binnen. Bezoek voor u, mevrouw Fletcher. Goedemorgen, mevrouw Fletcher. Goedemorgen. Hoe is het met u? Dat gaat wel, dank u. Bill heeft gelukkig een vrij goede nacht gehad. De doktoren zijn heel tevreden over hem. Ja, dat zei de verpleegster ook al. Ik moet u nog wel mijn excuses maken, mevrouw. Dat ik gisteren een beetje onbehouden tegen u geweest ben. Ik ben u nu erg dankbaar. Als u niet gekomen was, zou ik nu aan het andere eindje van de aardbol gezeten hebben. Nou, is al goed hoor. Piek er daar nog maar niet meer over. Meneer Vlaanderen,
Wat denkt u nou dat ze met me zullen gaan doen? U bedoelt de politie? Ziet u, ik werkte natuurlijk wel voor die dokter Bankeray, maar ik heb eigenlijk nooit precies geweten wat er aan de hand was. Ik kan u nog niets zeggen, mevrouw. Maar ik zal wel eens onder vier ogen praten met Sir Graham en hem vertellen wat u allemaal voor ons gedaan hebt. Maar nou allereerst dit. Hebt u dokter Bankeray gezien of gesproken sinds gisteravond? Jazeker. Ah. Ik heb precies gedaan wat uw vrouw me gevraagd heeft. Mooi. En wat gebeurde er toen? Vertelt u me dat nou eens precies? Nou, direct na het ontbijt vanmorgen vroeg ik aan de directrice of ik in haar kantoortje even mocht opbellen. Met het huis van dokter Bankeray? Met meneer Cross. Spreekt u mee? Met wie? Met mevrouw Fletcher. Met Fletcher? Ik dacht dat jij weg was. Ik ben van idee veranderd. Zo. Nou, als ik jou dan een goede raad mag geven, verander dan meteen maar weer van idee en maak dat je hier uit de buurt komt. Ik moet dokter Bankeray spreken. Waarom? Dat zal ik wel aan de dokter vertellen. Ze heeft het erg druk vanochtend en ze kan niemand te woord staan. Ik moet er spreken, zeg ik je. Het is heel belangrijk. Belangrijk voor jou of voor de dokter? Voor de dokter. Wat moet het allemaal betekenen, Fletcher? Het gaat namelijk over brieven die ik in mijn bezit heb. En een paar geluidsbandjes. Dokter Bankeray weet er alles van. Ze zitten in een safe op de bank. Zeg maar aan de dokter, als ze me wil spreken, ben ik bereid om nog met haar te onderhandelen. All right. Kom vanmorgen maar hierheen, om 11:00. Dan zal ik de dokter vragen of ze je ontvangen wil. Nee, dat zal ik zeker niet. Waarom niet, mensen? Het is toch klaarlichte dag? Jawel, zeker. Het was ook klaarlichte dag toen jullie Ted Engels een postie gaven. Ik ben hier in het ziekenhuis. Ik denk dat je wel heel goed zult weten waarom. Binnen een uur ben ik bereid met jullie te praten. Hier, buiten het ziekenhuis, voor de deur. We kunnen dan in jullie wagen wel even praten. Goed. Ja, dat is afgesproken. Kom, Fletcher. Probeer je nou te beheersen. Als ik had geweten waar het om ging, dan had ik me nooit door u laten bepraten, dokter. Al weken en weken heb ik klaargestaan om er vandoor te gaan. Je zit nou eenmaal in het schuitje, Fletcher. En je hebt dezelfde kansen die riskeren als wij. Je had er ook geen bezwaar tegen om de cent aan te pakken, wel? Dat zou ik zeker wel gehad hebben als ik had geweten waar het allemaal om ging. Nou, doe niet zo huigelachtig, dat wist je bliksems goed. Larry, alsjeblieft, hè. Ja. En ik blijf erbij dat mijn jongen nergens vanaf wist. En nou hebben jullie hem tegen de vlakte gereden. In koele bloeden. Ik bezweer je dat we hoegenaamd niets af weten van dat ongeval. Ik geloof jullie niet meer. En dat is ook de reden waarom ik weg wou. Ik kan je alleen verzekeren dat het ongeluk niets met mij te maken had. Nou, kom nou maar. Wat is dat nou met die brieven en die geluidsbandjes? Je hebt het er al eens meer over gehad. Nou, waar gaat het nou precies om? Dat weet u heel goed. Het zijn fotocopieën van brieven die u ontving en geluidsbandjes van telefoongesprekken. Die heb ik opgenomen toen ik nog bij u werkte. Wat? Jij gluiperig. Ja, nou is genoeg. Larry. Ik heb het zo geregeld dat ze in handen van de politie komen als Bill of mij ooit iets mocht overkomen. Ik verzeker je dat niemand ooit van plan is om jou op welke manier ook te na te komen, Fletcher. Hoe kan ik daar zeker van zijn? Kijk maar eens wat er met mijn jongen gebeurd is. Fletcher, wil je nou alsjeblieft eens even rustig naar me luisteren? Je begrijpt wel dat in zekere kring bekend is dat jij die safe daar in die bank gehuurd hebt. Het zal dus niet zonder gevaar zijn die boel er weg te halen. En als het hem al zou gelukken, wat dan nog? Weet dan wel dat het een heleboel mensen een hoop narigheid zou berokkenen. Jouzelf op de eerste plaats. Het is voor mij alleen maar een veiligheidsmaatregel. Dat is het niet. Dat moet je toch begrijpen? Als je zoon die doos naar de politie zou brengen en het zou bekend worden wie Ted Angus en Julia Kelburn vermoorden. Ik heb met die moorden niets uitstaande. Dat weet ik. Maar er is iemand die er wel mee te maken heeft. En voor die persoon is het heel belangrijk dat je zoon met die bewijzen geen grapjes uithaalt. Dus als je prijs stelt op het leven van je jongen, doe je verstandiger die doos zo gauw mogelijk aan ons de hand stellen. Ik zal hem afgeven, ja. Maar niet aan jullie. Zo. Aan wie wil je hem dan wel afgeven? De heler. Maar je kent de heler helemaal niet. Je hebt hem nog nooit ontmoet, dus hoe zou jij nou... Dat weet ik wel. Maar toch geef ik hem aan niemand anders af.
En dan doe ik het nog alleen op één conditie. Hij moet mij de verzekering geven, eens en vergoed, dat hij Billen mij in vervolg met rust laat. Ik denk wel dat hij daar akkoord mee zal gaan, Fletcher. Dus ga naar de bank en breng de boel over naar de garage. Vanavond om 11:00 zal daar een bezoeker komen. Goed, dokter. Nou, hierna ging ik het ziekenhuis weer binnen en ging naar mijn jongen die naar me gevraagd had. Ik hoop dat ik goed gehandeld heb, meneer Vlaanderen. Met dokter Benkeré bedoel ik. Uitstekend, mevrouw Fletcher. En ik ben u heel dankbaar. Ja, ik dacht dat het wel het enige was wat ik doen kon. U hebt u in de hele zaak prachtig gedragen, werkelijk. Maar nou zou ik u nog één ding willen vragen. Ik zal alles doen wat u wilt, meneer Vlaanderen. Ik zou graag willen dat u nu gewoon doorgaat met die geschiedenis. U haalt dus die doos uit de safe op de bank en brengt die naar de garage. En zorg dan dat u daar vanavond bent als de heler komt. Nou, het is wel een groot risico, meneer. Die man is de wanhoop nabij en tot alles in staat. Dat weet ik, mevrouw. Maar goed, u vraagt me dat nou en ik zal het doen. Ik dank u. Ik verzoek u nu, veiligheidshalve, om het volgende te doen. Luister goed. Hoeveel wagens zijn er in actie, Rein? 4. De onze niet meegerekend, Sir Graham. 2 in de bosrand, 2 in de hoek bij het hek daar en 1 op de hoofdweg. Ik zou zeggen, als onze bezoeker komt, dan lijkt het me beter dat 1 wagen de ingang naar de garage blokkeert, inspecteur. Ja, daar had ik al aan gedacht. Wie verwacht je daar eigenlijk vanavond, Vlaanderen? Dokter Benkeré? Nee, Benkeré is volgens mij de hoofdfiguur voor zover het de smokkelarij van de verdovende middelen betreft. Ik geloof niet dat zij de zogenoemde heler is. Nee, dat denk ik ook niet. Volgens mij heeft zij de heler overgehaald om in verdovende middelen te gaan doen. En ook geloof ik dat hij daar van het begin af spijt van gehad heeft. Dat ben ik met u eens, Sir Graham. Maar ik ga zelfs een stap verder. Ik heb de indruk dat Benkeré en Larry Cross van plan zijn geweest om nu verder de zaak zonder de heler te gaan ondernemen. En wat is er, Vlaanderen? Ik hoor een wagen aankomen. Kan iemand uit het dorp zijn die van dat café naar huis rijdt? Als dat zo is, moeten we die kroeg droog in de gaten houden. Het is nu al 11:30. Nee, nee, dat is niet iemand uit het dorp. Hij heeft zijn lichten gedoofd. Ja. Hij rijdt naar de garage. Daar is hij. Ik kan niet zien wie het is. Hij heeft de kraag van zijn jas opgeslagen. Hij gaat nu naar de zijdeur van de garage. Dat moet onze man zijn. Is mevrouw Fletcher gewapend? Ja, ik heb haar een revolver gegeven. Maar ik heb er gezegd die alleen in uiterste nood te gebruiken. Hoe lang geef je hem, Sir Graham? 4 minuten. Neem je horloge erbij, Rein. Daar hebben we de brigadier. Die sluit u de oprit af, Vlaanderen. Goed. We geven hem nog eens 4 minuten. En dan gaan we naar binnen. Oké. Niets met haar gebeurt. Ik voel me zo'n beetje verantwoordelijk voor haar. Als er iets met haar zou mislopen, zou ik het mezelf mijn leven lang verwijten. Daar komt hij. Hij komt de garage uit. Waar? Daar, achter de benzinepomp. Ja, je hebt gelijk, ja. Hij heeft de doos onder zijn arm. Hij heeft ons in de gaten met ze. Het signaal, Rein. Alle lichten op! Daar gaat hij! Hij komt hierheen! Kijk uit, Vlaanderen! Hij is er al voor bij zich! Vlaanderen! Hij heeft er al voor laten vallen! Voorzichtig, Vlaanderen! Vlaanderen heeft hem te pakken! Vlug, Sir Graham! Wees niet stom, Langdon! Je spel is uit! Mama! Ik waarschuw je,
als je me niet doorlaat. Langdon, het geeft je niks. De politie is... Wat? Niet? Waar dan? Zo. Je hebt erom gevraagd, mijn jongen. Alles in orde, merk je, Vlaanderen? Alles best, hoor. Maar toch... Ik geloof wel dat ik een tikkie te oud begin te worden voor die sport. Over 10 minuten zouden we afvaren. Ja. Heb je geen zin aan dek te gaan? Niet bepaald, nee. Een hele verandering voor je, George. Geen instructies aan niemand op het laatste ogenblik nog. Geen pogingen meer op. Zeg, waar kijk je zo naar? Ja, nee, ik kijk alleen maar even naar buiten door de patrijspoort, dat is alles. Linde, dit is bedoeld als een plezierreis, kindje. Laten we elkaar niet zenuwachtig gaan maken op het laatste ogenblik. Vervelend. Wat moet ik nog met die paar hangers voor al mijn kleren? Bel dan even om de steward. Hm. Of ga er liever zelf heen en praat met hem. Dan weet die arme kerel meteen waar hij aan toe is. Goed, ja. En als ik hem zie, zal ik me meteen beklagen over de verdere accommodatie. Moet je eens zien, zo'n badkamer. Ja, goed. Doe maar. Misschien kan je het nog veranderd krijgen. Ja. En blijf jij in je hut, hè? Lekker even van de pan, Linde. Geef mij die krap water eens aan. Ja. Dank je. Goedemiddag, Gilbert. Ik dacht dat je aan het eind van de maand pas weg zou gaan. Ik ben van mijn idee veranderd. Zo plotseling? Zo plotseling, ja. Waar is de politie? Ik zag ze daar net op de kade. Dan maak ik even een praatje met je vrouw. Zo, ja. Langdon hebben jullie zeker al te pakken. Ja, en Dr. Banqueray en Larry Cross. Heeft Langdon gepraat? Dat moest hij wel. Anders zou de politie hem voor de hele gehouden hebben in plaats van jou. Hij zat er erg over in dat ze hem ervoor zouden houden, Calder. Maar we hebben genoeg bewijzen tegen je. Ook zonder Langdon. Je bedoelt hier mevrouw Fletcher? Met de brieven en geluidsbandjes? Yes, ja. En het feit dat de armband van mevrouw gevonden werd in dat agentschapje van je in Eaton Square. Ja, van je... Van je vrouw? Zo. Zat dat zo? Dus jij was die inbreker? Bij het procuratie alleen maar. Je hebt me heel wat moeite en zorgen gebaard, Calver. Ik had eerder aan jou moeten denken... toen Tony Wyman zijn laatste woorden mompelde. Calver, gevaarlijk. Dat was niet als een waarschuwing bedoeld voor jou... tegen dat prikkeldraad onder stroom... Hij waarschuwde mij voor jou, Calver. Ja, die jonge gek overschatte zichzelf te veel. Kom, ik weet niet dat jij hem daar een verwijt van mag maken, Calver. Hij dacht dat hij van alles op de hoogte was, Vlaanderen. Net als jij. Maar... Jij weet niet... Wat heb je, Calver? Ik heb iets ingenomen voor je hier binnenkwam. Maar... Ik wou de politie niet afwachten. Calvin! Je bent... Nou, Vlaanderen, we hebben voor Calvin zo even... Wat is er hier aan de hand? Wat is er met Calvin? Hij is dood. Nou, Vlaanderen,
Je hebt nou onder dat hele diner zo'n beetje over koetjes en kalfjes zitten praten. Maar je weet nou toch wel dat Rijn en ik zitten te popelen om de eigenlijke achtergronden van dat Margot-mysterie te weten te komen. Hè? Ja, er zijn nog verschillende aspecten in de zaak die opgehelderd dienen te worden. Ja, yes. Ja. Nou goed dan. We weten nu dus allemaal wel dat de heler, de man achter dit alles, onze George Kelburn was. Ja, ja, maar wie zaten er nog meer in de organisatie? Wie waren er direct bij betrokken? Nou, dat waren dan Mike Langdon, Dr. Bankeray en Larry Cross. Die waren, om zo te zeggen, de eigenlijke onderchefs. Dan hebben we de kleinere meelopers, Ted Angus, Oscar uit de hondenwinkel, mevrouw Fletcher en niet te vergeten Julia Kelburn. Zijn eigen dochter? Ja. Daarom verzette hij zich uit alle macht tegen haar vriendschap met Tony Wyman. Hij was bang dat hij erachter zou komen dat zij werkte voor de heler. Wat inderdaad een feit was. Wyman voelde er van het begin af aan veel voor om op een makkelijke manier aan een heleboel geld te komen, maar begon al heel gauw vast de grond onder zijn voeten te verliezen. Ja, maar als ik wat zeggen mag, de grote moeilijkheden voor Kelburn begonnen toch pas toen hij op de voorstellen van Dr. Bangeray inging om in verdovende middelen te gaan doen. Ja, dat is inderdaad zo. Zijn eigen dochter werd daarna zelf verslaafd aan narcotica. Langdon is er van het begin af aan tegen geweest om Dr. Bankeray in de zaak te betrekken. En Kelburn gaf hem de vrijwel onmogelijke opdracht zijn dochter van die afschuwelijke gewoonte af te brengen. In die tijd kwam Dr. Bankeray er ook achter dat Julia Kelburn's zwakke punt was. Jij gelooft toch ook wel dat Bankeray al gauw met plannen rondliep om baas te worden over de hele organisatie, niet? Ja, alles wees daarom. Kelburn verzette zich daartegen met alle macht. Hij had de zaak opgebouwd en duldde geen mededingers. In het begin was het ook geen openlijk verzet. Hij gaf al zijn mensen steeds meer geld en extra beloningen om ze maar zoet te houden. Zegt die Larry Cross, was natuurlijk voor 100% op de hand van Bankeray. Ja, natuurlijk. Een van de eerste condities voor het toekennen aan Bankeray van een groot bedrag was, mijns inziens, dat de dokter zou stoppen met het verstrekken van narcotica aan Julia. Dat maakte dat kind wanhopig. Zoals gewoonlijk met dergelijke patiënten het geval is. Dus ging ze onverwacht naar Westerton om daar verhaal te halen. In opdracht van haar vader ging Langdon toen naar dat dorp om Julia terug te halen. Ja, hij had daar de grootste moeite mee, vooral omdat Julia ging dreigen alles te gaan rondstrooien wat ze wist van de activiteiten van haar vader. Nou, dat verontrustte die Langdon in hoge mate. Vooral waar hij wist dat ze al veel te veel had losgelaten aan Tony Wyman. Ja, nou, dat werd in die wagen van Langdon een soort vechtpartij die eindigde met het worgen van het meisje. En de verdenking werd toen natuurlijk op Wyman geschoven. Ja, daar zorgde Kelburn voor. Jullie herinneren je nog de laatste woorden van Wyman? Kelburn, gevaarlijk. Waarvan ik dacht dat hij het sloeg op dat prikkeldraad onder stroom. Ja, 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 ja. Maar wat voerde hij eigenlijk uit in die villa in Brighton? Die golfbreker? Dat was een val waar hij prompt intippelde. Zo goed als Ina en mijn persoon. Ah, ja. Wij liepen daarin door dat telefoontje van Fiona Scott. Tussen haakjes, die Fiona Scott was een patiënte met verlof uit het Instituut voor Behandeling van Verslaafden aan Narcotica. Zij werd daar behandeld door dokter Bankeray, dus die telefoontjes zullen nu ook wel duidelijk zijn. Ja, 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 ja. Wyman had bericht gekregen dat hij Kelburn zou ontmoeten in de golfbreker op hetzelfde uur dat Ina en ik daar besteld waren. Hij werd daar overvallen door leden van de bende en op de gebruikelijke manier mishandeld, maar toch was hij nog wel zo ver bij dat hij kon afluisteren waar die staaldraad en het prikkeldraad voor moesten dienen. Ina en ik hadden die draad gelukkig bij tijds opgemerkt. De brand diende ervoor om Wyman voorgoed uit de weg te ruimen. Nou, een mooi stelletje misdadigers. Ja? Ja, ja. Hoe zat het met die moord op Ted Angus? Nou, Angus had de opdracht om Tony Wyman uit de weg te ruimen. Hij slaagde daar niet in en moest daar dus rapport van uitbrengen aan dokter Bankeray met het voor hem minder prettige resultaat. Verschrikkelijk allemaal. Ja, het is inderdaad onvoorstelbaar. Denk jij eigenlijk, Vlaanderen, dat Langdon nog op uit was aan de top te komen in de plaats van zijn baas? Nee, dat denk ik niet. Bankeray was dat wel. En Langdon was typisch een uitvoerder, geen leider. Kelburn had hem nodig voor de minder prettige zaakjes. En die onzin om jou te vragen Linde te schaduwen was alleen maar bedoeld als een middel om jou van het eigenlijke spoor af te brengen? Nee, niet helemaal, Ina. Huh? Langdon wist dat Linda in zeker contact stond met die Larry Cross en Kelburn was bang dat zij aan Cross feiten zou vertellen over de verschillende contacten en methodes van werken. Huh? Kelburn stond alleen maar zo sterk omdat hij nog alles in één hand had. Dat was ook een van de dingen natuurlijk waar Bankeray razend over was. Ja. Nou, ik zie wel dat we een paar jaren nodig zullen hebben
om de zaakjes van Kelburn uit te pluizen. Ja, de wettige zo goed als de onwettige. Ja, dat denk ik ook wel, ja. En nu, wat mij betreft, mij moet nog even iets van het hart betreffende een van de kleinere slachtoffers, durf ik gerust te zeggen, van de heer Kelburn. Ik bedoel dan mevrouw Fletcher. Mm-hmm. U weet, zeg maar, dat hij ons meer dan eens het leven heeft gered, Ina en mij. En de laatste 2 weken heeft ze zelfs volledig met ons samengewerkt. Dat weet ik, ja. Nou, kom, ik reken op u allebei om haar fouten zo mild mogelijk aan te rekenen. Oh ja, all right, Vlaanderen. Ik begrijp wel dat je mevrouw Fletcher het laatst behandelt. Ik praat wel even met de openbare aanklager voor de zaak in behandeling komt. Die zoon van haar is buiten gevaarlijk, hoor. Oh, gelukkig maar. Ja, die komt er weer bovenop. Hm. Larry Cross intussen ontkent ten stelligste dat hij het was die de jongen tegen de vlakte reed. Hm. Hij zal nog wel een heleboel ontkennen in de komende weken. Ja. Maar daar hebben we wel middelen voor. Hm. Nou. Het is me dat zaakje wel geweest, Vlaanderen. Ja. Ik vermoed zo dat jij en je vrouw zullen vinden dat jullie een kleine vakantie toekomt. Ja, ja, en dat zijn we ook zeker van plan, zei Graham. Ah. Donderdag pakken we het vliegtuig naar Jamaica. Poel, ja. Daar weet ik helemaal niks van. Nee, dat weet ik wel, liefje. Oh, maar dat is zalig. Hoe lang blijven we dan weg? Oh, 1 week of 5, 6, misschien wel 10. Lijkt niet te lang weg, Vlaanderen. Ik ken jullie nog maar kort, maar ik weet nu wel dat Londen Londen niet meer is als de Vlaanderens er niet zijn. Goed gezegd, Rijn. Maak u niet bezorgd, we komen terug. We komen terug, Sir Rijn. Sapristi, laten we dat hopen. De bezoeker was het 8e en laatste deel van Paul Vlaanderen en het Margot-mysterie. Een detective-hoorspel in 8 episoden van Francis Durbridge, vertaald door Johan Bennick, met muziek van Koos van der Griend. De rolverdeling was als volgt. Paul Vlaanderen, Jan van Ees. Ina, zijn vrouw, Eva Janssen. Inspecteur Rain, Huib Orizant. Sir Graham Forbes, Louis de Bree. Mike Langdon, Rob Gerards. George Kelburn, Wam Heskes. Linda Kelburn, Dorie Rugani. Mrs. Fletcher, Miep van den Berg. Dr. Bankery, Peronne Hozang. Charlie Donald de Marcas. Larry Cross, Jan Borkes. Een verpleegster, Irene Poorter. Een omroepster, Corrie van der Linden. En Wally Stone, Paul Deen. De regie had Dick van Putten.